kledingkastje gemaakt. Het is een kastje gemaakt van een blouse. En het ziet eruit als een blouse en het functioneert als een kast. En mijn uitdaging was om de blouse intact te houden en het een andere functie te geven. En ik hou heel erg van kleding en van meubels en interieur. Dus zo kwam het idee een beetje samen om dan het om te zetten. Wij hebben een 3D LED cube gemaakt. Het is net als een 2D beeldscherm, maar dan 3D. Dus het zijn allemaal LED lampjes waarop we animaties afbeelden. Nou, we hebben meegedaan, sowieso mijn vader kwam mee van ja, misschien zijn er niet scholarships of zo voor dit soort profielwerkstukken. En onze docent die ons begeleidde mee, die kwam ook met het plan van misschien mee te doen. Ja, ik in ieder geval was heel erg blij en wel geschokt dat we hem wel gewonnen hadden. Ik had eigenlijk niet verwacht dat we hem zouden winnen. Het was wel verbazend. Ja, ik kon het ook niet echt geloven. Ik zat een beetje door de telefoon te schreeuwen. Ja, van dat ik het echt niet, totaal niet kon geloven. Ik was heel erg blij. Ik ben Thijs van den Ding. Ik heb het C-Screen ontworpen, trots eigenaar van het C-Screen. Eigenlijk ben ik vanaf kind af aan altijd al bezig geweest om de wereld een klein stukje beter te maken. En ja, dit was mijn kans. En heb ik blijkbaar succesvol afgerond als het ware. Het is echt waanzinnig. Je in eerste instantie doet mee als een wedstrijd. Je verwacht niet dat je hier terecht komt. Je krijgt het mailtje dat je wint. Je komt in een rollercoaster terecht. Het is daadwerkelijk ongelooflijk. Ik ben er heel dankbaar voor. Hoe kom ik bij de scholarships? Dat komt eigenlijk via mijn begeleider. Vorig jaar heeft een andere leerling, ook van onze school, ook gewonnen. Deze prijs, als het ware. Dus op die manier had ik dus ook interesse om mee te doen aan deze wedstrijd. Dat gaf me motivatie natuurlijk. En op die manier ben ik begonnen aan mijn profielwerkstuk over de cellulite. Ik ben Lisanne. Ik heb voor mijn profielwerkstuk een handprothese gemaakt met een 3D-printer. Hiervoor heb ik eerst onderzoek gedaan naar allemaal soorten handprotheses. En wat voor mij het meest haalbaar was. En uiteindelijk is het dus gelukt om een werkende handprothese te maken. Op school vooral hulp gehad van mijn techniekdocent met een 3D-printer. En buitenschool heb ik contact gemaakt met de organisatie Enable. Dit is een vrijwilligersorganisatie die handprotheses print. Ja, ik vind zelf de combinatie van techniek en zorg vind ik heel interessant. Daar ga ik ook mee verder. Ik ga volgend jaar technische geneeskunde studeren. En hiermee hoop ik de ontwikkelende techniek vooral in te zetten om mensen te kunnen helpen.